Hey yo kijkers van Shadow Games 23 Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie episode 17 alweer van onze Bloonstow Defense 5 playthrough En uh, ja, ik moet even zeggen, dit gaat echt gewoon super snel jongens, ik had mij geen betere playthrough van deze game kunnen bedenken En gewoon de support de, de, de likes, dus de comments, en gewoon ook de gameplays, gewoon alles was in principe gewoon goed en leuk En, en gewoon de comments en de likes hebben mij echt gewoon, ja, ook gemotiveerd om weer, 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 weer episodes te maken, dus uh, ja maar goed, dit is dus, episode 17. De serie komt bijna ten einde. Nog wat is het? 17 episodes volgens mij. Dan is het uh, klaar. In ieder geval voor alle easy levels. En dan gaan we over een tijdje wel weer uh, alle levels spelen op normal mode. Als ik dan tegen die tijd niet de, uh, de Luxe Pack heb gekocht, dan gaan we alle towers weer aan het lokken. Dat lijkt mij heel leuk om te doen. Dan kan ik jullie alles laten zien. En uh, ja, kan ik er niet echt niet op wachten? Misschien kan ik die ooit wel kopen. Ik moet even kijken. Maar uh, goed, ik wil even dit tegen jullie zeggen. Ik zal de komende paar dagen enorm veel Bloodstained VS 5 posten. En als ik het. Heb over enorm, dat bedoel ik ook echt gewoon enorm. Daarmee bedoel ik mee 1 tot 2 episodes per dag. De reden daarvoor is, is omdat ik um, aankomende vrijdag op vakantie ga. En ik had eigenlijk um, um, ja, vorige week, ja, vrijdag tot en met aankomende vrijdag iedere dag een episode willen uploaden. Zodat ik um, gewoon iedere dag Loadstone Fest 5 uh, heb geüpload. Zeg maar als een mooie afsluiting van het seizoen. Maar wat we dus nou moeten doen, want het is al ja, dik zondag. Misschien zelfs wel maandag als jullie deze zien. Dus ik moet nou wel ongeveer 2 episodes per dag gaan posten. En. Ik weet niet of jullie dat echt leuk gaan vinden. Um, ik beloof natuurlijk wel dat er wat meer Minecraft er zo komt. Dus wat ik ga proberen. Is ik ga vier video's proberen te uploaden: Twee Beloofs vers vijf. En, uh, ja, ik denk twee Minecraft-video's. Want ik heb enorm veel Minecraft. Mijn god. Ik heb die pleefdroom met Jordi. Ik heb Ronald speeld Minecraft. Ik heb echt gewoon 1 miljoen dingen. Dus, um, ja, na de meivakantie ga ik. Um... Even een kleine update video maken als ik weer terug ben. Dan ga ik uh, eerst uh, vertellen hoe mijn vakantie was. En dan gaan we in de tweede video, die de dag daarna komt. Want als ik terugkom. Op die dag komt er natuurlijk niks. Maar de dag daarop uh, komt uh, één video online. waarin ik mijn vakantie mooi ga vertellen naar jullie. Wat ik heb beleefd en dus zo in een uh, kleine samenvatting. En op de dag daar weer op. Dan komt er een uh, speciale update video uit van wat we nou gaan doen. Want. Ik ben nog niet begonnen met mijn. Ja. Modern Warfare 3 uh, serie. Halo. Ben ik niet meer begonnen. Uh, Skyrim op dit is een gaming kanaal. Gaan we doen. Uh, Zoet heeft een beetje stilgelegen. Daar gaan we gewoon wel weer verder. Geen zorgen. Uh, Lego Batman. Gaan we dus mee beginnen. Dat gaan we taal allemaal doen. Dan gaan we proberen de games een beetje te balanceren. Want nou is het te veel Minecraft. In ieder geval, ik vind het een beetje te veel. Het is wel een Minecraft kanaal. Maar ik vind het leuk om ook andere games te doen. Maar goed, even kijken. Laten we maar eens uh, gaan beginnen. Mijn god, er zit al de hele tijd een lullen hier. Even kijken. Zo, deze in de rol. Oh, mijn god, man. Hey, ik heb mijn money, yeah, zo Hoppakee, wat moet ik toch kopen Van al dat geld, goed even kijken Paley, een nieuw game, even kijken Wat was het laatste level waar we op waren gebleven Even kijken, die hebben we verslagen Nou moeten we die doen, oh mijn god Oh mijn god Downstream Oh, oh Dit wordt wat Oh easy, oh mijn god Even kijken. Oh ja, ik heb bijna weer een special agent per ongeluk gebruikt. Ik koop hem even weer. En welke was dat? De Super Monkey. Um, buying. Huppakee, oké, okay. oké. Goed, Hoewel, hoe gaan we doen? Wat komen we hier langs? Kunnen wij hier hierin plaatsen? Oké, okay, dat kunnen we. Dat is één ding. Uh, hier kunnen we iets van tech shooters gaan doen. Hier moeten we. Kunnen we ook echt towers hierop gaan plaatsen? Shit, we kunnen geen towers. Dat is mooi. Shit. Ehm. Um, dan moeten wij dus in principe hier een Spike Factory gaan doen. Ik ga even kijken. Ja, die Spike. Ja, oké. Okay. Hier kan een Spike Factory. En hier kan een Spike Factory. Oké, okay, dus hier moet een Spike Factory. Hier moet een Spike Factory. Hier moet een Glue Gunner. Misschien met wat bakkenairs. Um, ik ga sowieso beginnen met een bakkenair. En die plaats ik mooi hier zo. Ik kan hier mooi die twee dekken. En dan kan ik een beetje na gaan denken over wat ik precies allemaal wil doen. En hier kunnen we misschien wel wat... Um, 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 tech shooters neerzetten. En die kunnen we upgraden naar de Ring of Fire. Die zegt echt OP goed. En dan kunnen we hier ook een glue guard neerzetten. Dat is denk ik de volgende touw die ik ga plaatsen. Want... Wel, de ding is gewoon opé. dan maakt de ballonnetjes trager. En het heeft de bakken neer. We hebben wat meer profijt van. Dus ja. Uh, ik zal deze serie echt gaan missen, mijn gat. Ik moet wel toegeven. Het is misschien wel een leuke finale. Dat we heel veel Bloodsoul Advance 5 gaan uploaden. Dus um, uh, ja, maar goed. Haha ha, jongens, um, livestreams, ja, um, yeah, Blue 5 livestreams, ik ga het graag voor de, afle voor de afsluiting, holy shit, holy hell, pakken neer, wat is dit, wat denk je wel niet, wat, 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 wat denk je wel niet? Wat, wat gewoon, wat denk je wel niet. Maar uh, jongens, ik had dus uh, in ieder geval wel een leuke livestream willen doen aan het eind van deze serie. Maar dat gaat helaas niet lukken, want wel, we gaan denk ik wel snel internet nemen. Mijn moeder heeft er nog steeds niet over gehad. We moeten ze echt gaan doen. En wel, dan gaan we wel uh, een keer livestreamen hebben van Bloodshot 25. Misschien wel aan het begin van de nieuwe serie. Dat zou wel cool zijn. Dus um, ja, dan gaan we ook gewoon als Minecraft livestreamen. Maar, maar jongens. Um, uh, ik ga niet op YouTube livestreamen. Want op een of andere rare manier. Ik zit wel bij een of andere partner-ding. Ik zie niet bij YouTube Partnership. Ja, daar zit ik ook wel bij. Misschien heeft het daar wat mee te maken. Heel ingewikkeld rotgeneuzel allemaal. Maar in ieder geval, het komt er dus op neer. Ik ga livestreamen op Twitch. Niet op YouTube. Want wel, dat faalt gewoon. Ik weet niet wat het deal er allemaal mee is. En uh, wel, ik vind YouTube überhaupt niet zo fijn om te livestreamen. Tenminste, wat ik ervan heb gehoord. Dus uh, ja, ik ga op Twitch livestreamen. Want wel, het is gewoon een stuk makkelijker. En uh, ja, maar ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat ik op Twitch ga livestreamen. Ik beloof jullie altijd als ik ga livestreamen, komt er altijd een video online. Van jongens, ik ben live op Twitch. Altijd een uur van tevoren ongeveer. Misschien zelfs wel aan het begin van de dag moet ik even kijken. Maar sowieso altijd een uur van tevoren. En de livestreams zullen uh, altijd zo rond 4 uur of 5 uur zijn. Dus ja, gewoon omdat wel eens iedereen s'avonds, ook naast middags, ook al thuis en zo. Dus dan post ik denk ik om 2 uur die video. Dat ik dan live ga. En wel dan zien jullie hem. Um... De livestream dan, denk ik, zo rond 4, 5 uur. Moet ik even kijken. Maar goed, daar komt er dus allemaal op neer. Even kijken. Oh, mijn god, we moeten iets gaan doen. We moeten iets gaan doen. Ik weet al wat we gaan doen. We gaan een monkey neerzetten. Hier zo. En die gaan we ook reden naar de Lightning Bolt. Die zal ons enorm gaan helpen. Ik wil dit echt winnen. Want ik vind de commentary echt goed gaan. Ik heb uh, veel verteld. En ik heb gisteren het allemaal weer overnieuw te doen. Dus ja, en ik moet dit echt gaan posten. nou. Want anders dan moet ik straks drie episodes per dag uploaden. Oh, daar heb ik geen zin in. Maar. Um, ja, eens even kijken. Dat is dus met dat hele livestream gedoe. Het is dus niet echt veel werk. Mijn computer kan dat aan. En ik heb ook twee schermen. Dus in principe moet het allemaal wel lukken. Maar. Um, ja, wat was dat? Wat, 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 om mijn stoel kraakt. Dit is echt gewoon die die stoel. Dat, oh, verschrikkelijk is het. Het is echt schadelijk geworden. Ik denk dat ik dat het kraakt van alle kanten op. Even kijken. Misschien hebben jullie niet veel last van. Even kijken. Ja

dit gaat niet goed. Oh ja, dit gaat niet goed. Du, 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 mijn god. Even kijken. Oh ja, by the way, mijn kwaliteit wil ik nog even met jullie over hebben. Ik ga geen nieuwe monitor kopen, denk ik. Want ik vind. Wat is dat? Waarom plaats ik geen spikes? What the fuck, kills? Nou, in ieder geval. Ik ga dus geen nieuwe monitor kopen. Want wel, de kwaliteit is goed zoals ik hem nou heb in principe. Ik hoef geen nieuwe kwaliteit betere kwaliteit, want mijn kwaliteit is in principe goed. Het enige waar ik nog een beetje mee in mijn maag zit, is mijn Call of Duty um, kwaliteit, maar dat is ook nog weer niet het slechtste van de wereld. Dus mm, ik vind het goed, dus ik ga denk ik mijn geld gebruiken voor LEGO. Dus um, ja, ik moet nog wel even wat aflossen natuurlijk. Ik heb bijna alles afgelost, jee. Doe het maar eens na. En, uh, wat is het, een half jaar? Nee, een half jaar tijd. Drie maand tijd. Ongeveer 1500 euro aflossen. Oh, nee, nee, nee. Stop de pers. Stop de pers. Ze komen er toch. God, dat de God, dat de nee, nee, Oh, mijn god. We hebben al. Oh, mijn god. We hebben al 15 levens verloren. Ik ook met mijn stomme hases. Wat moeten we dan nou toch doen? Oh, ik weet het al. We gaan een tower activeren. In ieder geval. Zodat we. Veel damage krijgen tegen die aan, zodat de bakker neer uit kan schakelen. Even kijken, meer range. Ik heb zo geen clue wat we überhaupt moeten doen. Even kijken, nou we hebben in ieder geval een goede verdediging tegen de camos. Oké, okay, ik denk dat ik gewoon zo ga spelen dat ik in ieder geval spikes kan inroepen wanneer dat moet. Uh, en ik wil echt geen spike facties kopen. Ik wil eerst mijn defensie voor of, nou ja, mijn attack force beter hebben. Want wat ik nou heb, dat lek gewoon ergens op. Is gewoon een hoopje rotzooi. Oké, okay, oké. Okay. Ik moet denk ik ook die loose platter hebben. Oké, okay, oké. Okay. Ho! Dan komen ze weer te ver. Ik ga echt gewoon geld uitgeven naar Sparks. Want. Dat moet want dat, dat moet gewoon. Omdat het kan. Even kijken. Oké, okay, huppakee. Klusterbom. Schakel die uit. Schakel ze nou uit. Oké. Okay. Kijk, huppakee. Dit lijkt ergens op. Yelbody. body. Goed zo. Dit wil ik. Gewoon dat we een beetje defense hebben. Zodat we in ieder geval geld kunnen. Uh, opsparen voor mijn destroyer. Want ik wil echt een destroyer. Want die zou enorm handig van pas komen. En. Um, ik ga denk ik. Ja, ik ga denk ik wel moab uh, aanvallers kopen. Maar die plaats ik dan denk ik hier en dan hier en dan hierheen. Of zo moet ik even kijken. We spelen op Easy. Dus we hebben er niks wat vrezen In principe komen er twee moabs. Dus uh, ho. Dus ik moet het in principe wel kunnen redden met. Um, um, ja, één tot twee van die Monkey Pirate scheepjes. Oh, mijn god, wat gaan die gele dingen snel? Jezus. Ho. Oh, kijk naar nou, gewoon de, de, de speed op die kringen. Brrr, het is echt gewoon, gewoon slecht. Nou, ik heb op ieder gegeven gek dus ik heb niks te vrezen. Halleluja, wat is er met die RBI? What the fuck? Wat dat? The... Nee! Stop that! Wat moet ik, wat moet ik doen? Ja, hup, koop! Ho, 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 ho! Koop dit, koop dit, oké. Oké, big speed, big speed erachter zetten, Ronald. Kom op, we zijn nog maar bij ronde 33 en we hadden al bijna lang dit af kunnen hebben, even kijken. Dit wordt een lange episode, ik weet het nou al. Uh, het is alsof ze de fans een beetje goed kunnen maken, want dit lekt gewoon helemaal nergens meer op. Even kijken, nou, kom op, kom op, kom op, kom op. Schakel ze uit, schakel ze uit, goed zo. Um, nu ga ik jou zo meteen eens de gloespletten geven, want die zal ons in overpas komen. Even kijken, oké, okay, ik moet echt gewoon de knop bij de vinger houden, anders dan gaat het niet goed. Ho, 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 kun... nee, dat kun je niet. Oh, nee! Nee! Oké, okay. oké, okay. oké. Okay. Oeh, close, even kijken. Oké, okay, ik platter kopen. Ehm. Um, even slow. Beetje speed, slow, speed, oké. Okay. Dit <laughs> is spannend. Oké, okay, oppassen, 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 oppassen. Oké, okay, zwarte blonnen zijn niet goed, die zijn slecht. <middell> We moeten nog een bakken neer is. Nee, ik wil denk ik de dragons op het hebben, want die is, die is goed. Ho! You stop that. You stop that balloons. I don't like you. Schakel die camo's uit. Oké. Okay. Beetje speed, beetje speed, 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 speed. Speed, 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 speed. Beetje speed erachter zetten. Oké, okay. ho! Te veel speed. Te veel speed. Oké, okay, beetje speed. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, hoeveel moeten we nog? nog wat nog? Een paar euro. Een paar duizend eigenlijk. na een paar honderd. Kijk, oké, 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 oké. Koop, 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 koop. oké, boy, dit helpt. Oh mijn god, dit helpt. Dit is ook gewoon typisch, omdat ik... Het is handen voor de oké, oké? ik oké, geen oké, kopen. te duur. Even kijken. Nee, 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 Die kan ik niet tonen. Oh. Ik moet wat gaan ondernemen. Dit gaat, dit gaat verre van goed. Oké, okay. uh, die. Jongens, dit is slecht. Zo slecht. Zo, zo slecht. Even kijken. Nou, goed. Spikes factories. Kijk eens even. Nou, kom, tenminste. Ergens die kopen. Die kopen. Hoppakee. Zo. Dat is goed. Nu kan ik mij focussen op meer. Touwers, even kijken. Kan ik, wil ik nog een bakken Kan ik hier nog een bakkeretje? Een bakkeretje. Nee, dat kan ik niet. Oké. Okay. Uh, wat wil ik dan? Wat wil ik, wat wil ik? Ik wil nog een clusterbom Tower, ik wil deze eigenlijk al upgraden. Dan schiet ik eigenlijk ook geen drol meer op. Dus ik kan in principe gewoon nog zo'n één hier uh, plaatsen, ja? Zet weer even op strong. Meer range. Ability geven. Al oh, die dingen helpen echt enorm. Je zult waarschijnlijk niet zo heel veel vermerken, maar je zag het toen net wel in het begin. Het helpt gewoon echt enorm. Kut, kut. Oké, okay, die kopen. Dat laat die dingen sneller genereren tenminste. Dat denk ik. Ja, het is iets groter en zo. Dus ja, het is wel beter denk ik. Mijn jezus, mijn jezus. Als ik doodga, gaan we het nog een keer proberen. Ik stop deze competitie niet. Oké, okay, meer speed op die dingen. Meer speed op die dingen. Meer speed op die dingen, kom op, kom op. Je kunt het, Ronald. Je gaat niet verliezen. Kijk, we zijn bij ronde 45. De eerste moab komt zo. So. En die schakel ik gewoon uit met spikes, dat is, dat, dat, doe, dat doe ik gewoon. Met touw zullen we wel lekker veel damage doen, maar... Het zal niet uh, major zijn. Wacht, ik koop wel even een, uh, een mollig. Of niet? Toch maar clusterbom, ja. Oké, okay, mooi, dat is een mooie. dat is een mooi Kut, kut, waar is de cel? Cel? cell. Cel. Nee, 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 is kut, try again. Goed, wel. Dat werkte like niet zoals ik had gehoopt, hè? Huh? Nee, even kijken, verre van dat zelfs. Ehm, um, wel. Ehm, uh, dit bedoelde ik dus van de episodes zullen wat langer zijn en ja, normaal had ik gewoon dit weer geprobeerd, maar het is zo van grappig, want zie je ook een keer in zijn hoofd van Bloodhound Fans 5. Bad any hoezels. Ehm ehm ja, ja, ja. Nee. Nee. Dat wil ik. Weer die bokken neer gaan doen. Ja, dat ging wel goed. Het enige ja ik. Ah. Zal ik dit wat doen, Even kijken, wat zijn onze opties? Spike Factory, zwaardeloos, hebben we niks... Traction. Hmmm, dus. Zijn goedkoop, zijn goed... Tja... Laten we dat gewoon gaan proberen. Die wil ik even meer reinschrijven, want dit lijkt nergens op. Uh, nou, we hebben toch niet genoeg geld voor nog één, dus laten we dit maar gewoon kopen. Oh mijn Jezus, dit is een grapje zeker. Die emoes komen er nou al door. Oh, what the fuck. Tuurlijk, ik verlies nog een leven ook nog. Weg, 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 hup, 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 weg, weg. Ken ik kan niks aan jou. Eh, uh, wat nu? Wel, nu willen we dat tenminste ook weer. Gewoon weer een bakken neer. Gewoon klaar, ermee. heb ik hele zo Dus, I am too good. Too good at this game, jongens. Gewoon, de, de, de proheid gewoon. Du, 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 du. du. Oké. Okay. Eh uh, ja wel gewoon weer een bakken neer, dan maar ik klik dan op het verkeerde knopje. Wel ik heb zo van al ongeveer 200 euro verspild. Wat ben ik toch goed hierin, uh? even kijken, nou we doen het zo en zo. Ik heb niet eens meer geld gedaan. Goed, weet je wat, uh, nee ik wil niet gaan. dat is een beetje chillig hè. Kom op, we gaan er gewoon als een big boy in en we gaan gewoon winnen. Of niet? Of niet? Wat een kutzooi, ik verlies nou weer levens. Mijn god, dit haat ik gewoon. Gewoon, als ik een strategie van niet wit het vind, ga ik gewoon rageen. Oké, okay, daar één en daar één, zo. Huppakee, dat geeft als de nodige defensive. Ja, Kijk, ik kan, ik kan ook gewoon niks kopen. Gewoon, huppakee, nog meer levens. Hup, 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 gewoon, gewoon weg. Gewoon, oké, okay, gewoon, gewoon weg. Wel, dit is tijdverspilling. Eh uh, new game. Dit, easy. Mijn god. Dit is in de bak, natuurlijk. Even kijken. Ja, we Ja, hmm. wat zal. Een Monkey Apprentice? Nee, dat. Of. Het ding is wel opé. Hoeveel kunnen we er hiervan? Ook niks. Ah, we kopen hem gewoon. Let's do this. Dat heb ik je absoluut niet naar Strong zetten, want dat helpt niet. Even kijken. Nou. De Monkey Apprentice is opé. Dat geef ik toe. is ongeveer op hetzelfde niveau als de Bakkeneer. Dus wat dat betreft, hij is een stuk goedkoper. Tenminste. Uh... De pakken is wel een stuk beter. God, mijn hondentje. Let's do this. dus, oké. Ik verspil ook alleen maar. Misschien moet ik het ook maar gewoon laten gebeuren. En gewoon er ook verder geen... Gewoon niks mee doen. Gewoon, oké. Okay, ga maar weg. Het boeit me niet. Ik bespaar geld ermee. Dus wegwezen. Die kopen. Zo. Dat bekeert meer damage. There we go. We need that. Fuck. Ik zit al gewoon... Op 188 levens, gewoon, ik ben gewoon top pro hierin, gewoon, kijk can, can't Oh, 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 ik weet het, ik weet het, I, I, I know, I know, I know, ik heb mijn favoriete tower over het hoofd gezien. De... Dart Monkey! Jawel jongens, jawel, de Dart Monkey. Even kijken, wat gaan we hier doen? Wel die upgrade erbij, lijkt me logisch. Kijken, dat... Beschermt die twee banen. Ik moet het per baan zien. Dus per baan is één trek. Dus ja. Nou, één trek is één baan. Per baan per trek. Nee, dat slaat nergens op. Goed, wel. Het is donker. Ik doe even een lichtje aan, jongens. Als ik dood ga, hoor je waarschijnlijk een dus, uh, Of Nou ja, dan hoor ik jullie. Dat, dat, dat slaat nergens op. Nou nee, ja, zo. Ah, wat een goede commentary is dit. Nou ja, het is wel grappig. Dus ja. Maar veel mensen die vinden dit echt leuk dat ik dit soort dingen doe. Dus kut. Ze komen erdoor. Dat was gepakt, gewoon. Ja, kut. <laughs> de kist dus David games. Ja, kut. Alle Pokéballs Jones, dus Ja, dat is echt de keels geniaal. Wat. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit nou? Wat is dit nou? Wat is dit nou? Wat is dit nou? Komen er daar meer likes of zo? Dan bekijk ik het lekker. Met die levenswaaien. Zo, ik open die maar als eerste, want dit is. En ze komen er nog langs. What the fuck? Hoe We slaat het op, jongetjes? Toen is even van je werk. Wat denken jullie wel beetje op je altijd een beetje uh, belachelijk maken. Moet je, moet je kijken. Die houdt het nog meer uit. Dan die emu daar aan de overkant. Gewoon. De logica van Bloodstarter Vers 5. Hoeveel is de RBE? Oh mijn god, 85. Dat is niet heel erg. Maar. Het is dan ook weer niet echt gewoon goed voor de eerste ronde, dus natuurlijk. Staat er één op strang is ze hebben ook nog bij de fucking zelfde. what the hell? Leg me even uit, komen er van rechts meer dan van links of zo? Wat is de deal hiermee? Wat we in ieder geval gaan doen is een glue gaan kopen. Want dit lijkt gewoon helemaal nergens, maar wat maak die dingen eens even trager. Eens even kijken, dan de we deze ook maar mee. Glue soak. Dat soak jongen, dat soak. Mm -hmm. we zitten op 20 minuten. Holy shit jongens. Nou, dat is wel van special hè. Dat is wel leuk, hè? Een beetje rennen bij Bloodstar Advanced 5. Bij Minecraft had ik het gewoon overgedaan, denk ik, maar... Ik vind, ik vind de commentaar ook wel grappig. Ik zou hier wel naar kijken, gewoon voor de fun. Ik vind dat zijn video's, by the way, gewoon altijd grappig. Even kijken, oké. Okay. Cross of Glue. Ze dus komen er nog door, de emus. Ik ga geen spike factories kopen, dingen zijn te duur, dan kan ik... ...veel beter een coole upgrade Van God, no, Kan ik toch maar die spike factories dan, hè? Heb ik let's do this. Heb ik Nou, hup, 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 schrap, op, schiet op. En ik heb al een goedkoopste towers in de game. Gewoon, what the hell. De logica van deze game. Slecht gewoon. Oké, okay, oké, okay, ik schakel die nou uit. Ja, dat boeit mij verder niet. Oké. Okay. Oké, okay, ik zet er in ieder geval hierheen in. Ja, want het lijkt alsof ze hier alleen maar langs komen. Hmm, nou, wat is Gizmo aan het doen, in godsnaam? Nou ja, weet ik veel. De logica van die kat. God, Sidorin, nou leggen we het hier ook maar twee neer, zo mijn Jezus. Ik weet niet, als ik gewoon nou dood ga, ja, upload ik deze video alsnog, en dan ga ik later gewoon nog een keer kijken. Dan noemen wij dit gewoon een Balloons Defense 5 bonus episode. Of noemen we het episode 16,5. en Yeah. Ik ben ja, ik wel clever. Nou, kunnen we kijken, weet ik niet. Moeten we even kijken, hè. In ieder geval, ik hoef de spikebreaker dus niet meer te upgraden, maar... Eh, uh, wat, wat is dit nou? Wat is dit nou, towers? Doe eens iets! Mijn god, hey, ik blijf wel aardjes kopen, hoor. Nee, dat Even kijken, nou, kom op. Oh, Zo, god jongens ik ben nog helemaal kapot hè. He. Al die video's vandaag, holy shit Ik heb het goed gedaan vind ik zelf Even kijken, plaatsen we er hier nog een Die heb ik reden, ook even mooi Dat is een ananas, die wil ik niet Ik wil die kopen Ik wil die kopen, even kijken, hoe gaat dit Ja, dit gaat wel redelijk Ik zeg niet dat dit goed gaat, maar het gaat redelijk Eeeeh, uh, dat is een camel uh, wat misschien handig is om te doen, en dat weet ik niet, is om een bomptouwer te plaatsen. Hier. Weet je wel? Gewoon dat hij uh, de ability heeft van de clusterbommen. Dat zou enorm handig voor pas komen. Vooral tegen die grote en zo. En. Ah, ik denk wel dat het echt handig is voor pas zou komen. Dan kunnen we hier uiteindelijk nog iets van de bakken neerplaatsen. Ik vind het wel fijn dat ik nou in ieder geval die spike factories hier heb. Dat ik in ieder geval verzekerd ben dat die ballonnetjes uh, niet, niet te ver komen. Dan heb ik in ieder geval genoeg tijd om dit te verslaan, natuurlijk. Oh mijn god, ben ik even blij dat ik die glue gun heb gekocht. Oké, okay, zo, we hebben we de clusterbom. Wat is dit? Impact van the distance. Heb je stand for a short while? Dat is veel te duur. Wat denk jij nou wel niet? Dat ik dat koop? Even kijken, kijk, dit moeten we hebben. Bigger bombs en zo, dat is gewoon perfect. Had ik toen niet gekocht, maar ja, ik faal gewoon zo net. Kijk nou, dit doet lekker veel damage. Niet echt, maar oké. Okay. Het doet een aardig veel damage. Maar ik ook heel veel minx, volgens mij. Heel echt retarded. Uh, wil ik nog zo'n tower? That's the question. Even kijken. Um, ik denk het niet. Deze dingen zijn eigenlijk de best deal. Straight up. Even kijken, die en die. Echt, ik meen het. Kijk, en daarvoor hebben we dus die spike factories. Of niet? Geweldig. doen jullie goed je werk. Jullie laten de blondetjes door. Emoes! Poep, even kijken, oké. Okay. Nou ja, moet ik straks maar wat ook reden, niet? Oké, okay, nu die nog. En dan ga ik, denk ik, de Spark leven even upgraden naar vaste production of zo. Moet ik even kijken. Dat we in ieder geval tijdelijk stand kunnen houden tegen die camos. Kijk eens even zo. Nou, nu zijn we in ieder geval een beetje goed tegen die normale blonnetjes. Nu kan ik in ieder geval deze lui gaan upgraden. Even kijken, wat zal ik kopen: Bigger stacks of Faster Production? Ik denk dat ik Fast Production. Dat helpt, denk ik, wat meer. Even kijken. En dan kopen we er nog zo'n een. Nou, en dan gaan we wel weer door met de towers. Even kijken, ik ga gewoon alles volspelen met die clusterboptouwers. Ik heb gewoon helemaal niks aan die, 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 die monkey pirates. Gewoon helemaal niks. Gewoon helemaal niks, jongen. En moabs die schakelen ik uiteindelijk ook wel uit. En ik kreeg deze gewoon aan molers. Pakken, oh mijn jezus, oké. Okay. Ehm, um, 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 mo, mo, monkey ace, nee. Um. Komt nog zo'n ding. Huppakee, let's do this. Dus. Ik zet er wel op strong, jongens, want... Ik heb zo het gevoel dat dat wel helpt. Even kijken, zo. Kijk eens even. Die dingen doen goed het werk hoor. Ik wilde zeggen. Maar beter dan dat andere soortje niks wat we erboven hebben staan. Oké. Okay. Nou, die wil ik denk ik. Wil ik deze gaan upgraden? Ja, dat wil ik. Oké. Okay. En nu gaan we denk ik gewoon beginnen met deze te upgraden. En als het een beetje de slecht uit begint, is die plaats we gewoon nog zo te houden. Gewoon zoals niksjes. Ja, dat gaan we doen. Dus even kijken. Dan nou upgraden we die en dan uh, deze ook nog even zometeen. Uh, Oké, okay. kijk de ledbloons komen er al aan. Oké, okay. we hebben een behoorlijke uh, goede strategie nou jongens. Dus uh, ja, oh, god, een al, oh mijn god, ben dan half uur al. Mijn god. Als jullie dit gewoon kijken jongens, laat gewoon een like achter. Gewoon voor de awesome als jullie gewoon zulke lange video's kijken. Dat zou gewoon echt awesome zijn. Even kijken. Oké. Okay. Nou, dit ziet er aardig uh, goed uit. hè. Ja. Even kijken do pi do pi do pi Wat is dead nou? Is dat nou jongen. Is dat nou. Even kijken. Eh uh, mijn Jezus. Kan ik hier niet zo'n monkey ding plaatsen? Dat zou handig zijn. Hallo, ik wil hier zo'n monkey ding. Kan dat? Nee, dat kan niet. Damn it. Kijk Ik moet ik deze gewoon allemaal maar upgraden als uh, ach, alsof ik niet genoeg geld heb verspild in die Oetlullen hier beneden. Zo, oké. Okay. En wat kopen we nog meer? Wel, 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 wel. Zo, so, we kopen dit kreng hier. Zetten we die hier neer, zo. En dan die, die, die. Zo. dan moet ik die kopen. Zo, nou. Nog een extra verdediging tegen de camo's. Ze komen door Kut. Even kijken, ik vloek nogal. <laughs> Even kijken. Die wil ik... Ha, huh, mijn god. Oh ja, ik zit bijna weer de laatste tijd echt te klooien met mijn mic, jongens. Dat was ook de reden waarom er in al die Call of Duty uh, Map Pack video's nogal van die hoge pieken zaten en zo. oké. Okay. Dus ja, ja, mijn excuse, maar ja. Can't do uh, nothing about it, hè. Oké, okay, die wil ik strong. Ik wil die, ik wil die, ik wil die. En ik wil hem nou. Even kijken, dan ga ik deze ook reden naar Mall 6 En zonder twijfel. Even kijken.

gewoon serieus, wat the fuck, jongens. Ze rammen er ook gewoon zo doorheen, alsof het gewoon een fucking niks is, hè. Ik ben kut verdediger van mezelf. Nou, dit lijkt ze aardig te houden. Welke ronde is het? Oh mijn god, zel dat ding. Ik moet grijs zijn, met spikes. Even kijken... Dit is het cruciale moment, jongens. Misschien halen we dit net een half uur. Dat zou cool zijn. Dus kennelijk zien jullie deze op een maandag, want deze upload ik echt niet meer vanavond. Vergeet het. Ik zit al op mijn uh, doel met drie video's vandaag. Dus um, ja, zie jullie morgen lekker twee blouw video's. Uh, sure, why not? Oké, okay, oké. Okay. Nee. Koop. Die ook, ga je sneller van produceren. <PIAN> That's what she shit. Even kijken, oké. Okay. Nou, gaan we door, gaan we door. gaan we door. Oké. Okay. Go, 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 go. Mijn monkeys kunnen dit. Ik heb vertrouwen in die bitches. Oké, okay, waar ga je heen? Oké, okay, hier. Sloop op, sloop op, sloop op, sloop op, sloop op, sloop. Sloop hem, sloop hem, sloop hem, sloop hem. Sloop hem. Mooi. Dat maakt niet uit, toch maar een paar levens. Oké, okay, even sneller, 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 sneller. Langzaam. Mo Oké, okay, oké, okay, dit gaat redelijk. Ik kan ook gewoon geen levens meer verliezen. Hè? Spamming, 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 spamming. Oké. Okay. Holy shit! Ah, oh, woesh Net een half uur. Yeah. Nou, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Als je deze video hebt afgekeken. Laat gewoon een like achter, want dan weet ik gewoon dat jullie deze video's uh, kijken, dat ze, dat ze zo lang zijn. Dat helpt mij ook enorm om in de toekomst misschien wat langere video's op te lonen of ze in stukjes te knippen. Dus ja, tot de volgende keer, bedankt voor het kijken. Ik ga jullie dus vragen, laat even een like achter. Volg mij op Twitter, waar er een link staat hieronder in de beschrijving. Oh ja, by the way jongens, en Nian Kiwi is geüpdate, dus uh, ja, dat is wel een grappig, nieuwe layout en zo. Er staat een link onder iedere balloon video, uh, waar je deze kunt spelen. Deze game dus. Tot de volgende keer, jongens. Bedankt voor het kijken. Laat een comment achter met jouw mening over deze game. En hoe ik dit heb gedaan vandaag. Dus ja, alles is gewaardeerd. Behalve natuurlijk uh, onzin. Comments met belachelijk maken. Dingen. Nou, moet niet. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie later. Uh, later met son.